heb zo'n zin in het huwelijk van onze premier Piet en de probleem Piet. Wie had ooit verwacht dat het nog zover zou gaan komen? Nou, in principe had ik het wel verwacht. Hij trekt haar altijd voor. En als hij het als zij problemen zaait, is het de premier Piet die haar weer op haar gemak stelt, hè? Pieter, wel even doorwerken, hè? We hebben nog maar een paar dagen de tijd en er moet nog een hele hoop gebeuren. Geef mij die vlaggetjes maar eens even aan. Het is 9:00, kom, de krant zal eens open. En de versieringen dan? Dat komt zo wel. Rustig aan, maar prompt Piet. Het wordt feest. Die versieringen komen heus wel af. Ik moet echt ook alles zelf doen. Geef eens wat van die vlaggetjes aan, want ze zitten in de war en het schiet niet op. We krijgen mooi weer vandaag. Real Madrid heeft met 1-0 gewonnen. Door Van Basten zeker? Ja. Hier, kijk nou. Het beroemde geleerdesduo Hans en Frans Steenstra is vannacht uit hun huis ontvoerd. De twee zijn vooral bekend vanwege hun fameuze kennis over de geschiedenis van robijnen en diamanten. Of hun ontvoering iets te maken heeft met de verdwijning van de robijn uit het museum, is nog onbekend. Lees verder op pagina 3. Nou, in principe is dat niet zo mooi. Natuurlijk niet. Waarom moeten er nou altijd van die vervelende dingen gebeuren? Nou, inderdaad. De premier Piet gaat ook al trouwen. Ja, met probleem Piet. En iedereen is nog uitgenodigd ook. Kan Marco van Basten nou ook niet? Agent de Bok, goedemorgen. Het is heel verschrikkelijk wat hier is gebeurd. Ja, dat is heel verschrikkelijk. En hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ja, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Meneer directeur, mevrouw, toen wij vannacht de melding binnenkregen, hebben wij daar direct op gereageerd. Ja, maar hij is toch gestolen. Ja, hij is toch gestolen, dat zeg ik u. Ja, dat zegt hij u toch? Inderdaad, maar momenteel is het hoofdbureau samen met de alarmcentrale bezig om erachter te komen wat er gebeurd is. En dat komt echt helemaal goed. Ja, ja. Oh, sorry, momentje. Agent de Bok. Marines, lievertje, met je tante. Tante Til. Het is het hoofdbureau. Ja, tante, wat is er? Marines, jongen, waar was je nou vanochtend? Hè? Je was opeens verdwenen tijdens het ontbijt. Ik vind het goed dat je tijdelijk bij ons in huis woont. Hè? Ja, ben ik heel ruim in. Zeker wat familie betreft. En onkel X vindt het ook natuurlijk reuze spannend dat er een echte agent in huis rondhangt. Daar niet van. Maar ik wil graag weten waar jij uithangt. Hè? Je broodjes stonden klaar aan de... Rustig, tante Til. Rustig. Niks rustig aan. Had het me laten weten, ja? Nu is mijn hele ritme verstoord. En ik had graag vandaag nog een paar kunstige schilderijen gemaakt. Maar die kan ik nu wel op mijn artistieke gebruik noteren. Maar goed, ik zie je dan vanmiddag wel. Hè? Kun je fijn Cluedo spelen met onkel X? Ja, tante Til. Huh? Ja. Nou, tot de snel dan, hè? Dag, lievertje. Doei, bye. Bye. En had het hoofdbureau belangrijk nieuws? Ja, was het belangrijk nieuws? Hmm. Ja, ze zijn er heel druk mee bezig. Ja, heel druk. U moet die steen zien te vinden. Ja, het is namelijk een heel belangrijke steen. Heel belangrijke steen. Ja. Rustig, rustig. Momenteel is de technische recherche bezig met de beelden van de beveiligingscamera's. Het komt helemaal goed. Dit wordt een ramp. Het is een absolute ramp. Een heel belangrijke steen. Een ramp? Het was maar een steen. Ja, maar wel een unieke steen. Uniek. Een heel bijzondere steen. Een kostbare steen. Kostbaar. Eén van de tien. Ja. Ik ga al verder met mijn onderzoek, hoor. God, ik word niet goed. Ik wed niet graag, dat weet je. Nee. Maar deze keer zou ik durven wedden dat jonge agentje het misschien oplost. Nou, ik help het u open. Laten we duimen. Ja, laten we.
Ja, laten we... Ja, moet je daar goed doen. Ja, maar zenuwachtig. Piet, goedemorgen. Goedemorgen, Sinterklaas. Goedemorgen. Gaat dat goed met de voorbereidingen van het huwelijksfeest? Jazeker, Sinterklaas. En zoals het er nu naar uitziet, is alles op tijd klaar. Vertel. Nou, wij zijn met Pieter bezig met het maken van een alfabet en het instuderen van een lied. Nou, dat klinkt geweldig. Mm-hmm. Dat belooft een mooi feest te worden, hè? Jazeker. Maar pro Piet. Ja, Sinterklaas. Heb je ook aan de bisschopswijn gedacht? Nou, jazeker. Ik lust wel een glaasje oranje op zijn tijd, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, Sinterklaas, dat heeft de premier Piet speciaal voor u laten overkomen uit Spanje. Oh, dat is vriendelijk. Hier heeft u trouwens uw krant. Dankjewel. Alsjeblieft. Maar Sinterklaas, ik zou hem maar niet lezen hoor. Er zijn namelijk erge dingen gebeurd. Er zijn mensen ontvoerd en uit het museum is een steen gestolen. Een steen? Wat zei je nou? Jazeker, Sinterklaas, een robijn. De hoopsteen uit het Nationaal Museum. Maar... Wat is er, Sinterklaas? Maar... Niets. Nee, Pro Piet, ga jij me weer verder met de voorbereiding. Maar Sinterklaas... Pro Piet, heb je me niet verstaan? Eruit. Dag. Ja, Sinterklaas. Dag, Sinterklaas. Dit wordt een regelrechte ramp. Verschrikkelijk, dit. Dan open ik hierbij... De eerste officiële vergadering van de Pieterraad. Maar waar is de Pronkpiet? Ja, ik ben er al. Dag Pronkpiet. Premier Piet? Ja. Oh, maar dat is ernstig. Ga even zitten, dan zullen we het daar zo meteen even over hebben. Is goed, premier Piet. Nou, dan open ik hierbij nogmaals de eerste officiële vergadering. Premier Piet. Bos Piet, momentje alsjeblieft. Hè? Ja, maar ik wil toch graag even iets vertellen. Momentje, zei ik toch? Nou, in principe wil ik ook even iets zeggen. Wil jij in principe ook je mond houden? Ja, maar dan... Zeg het eens, liefje. Ik heb niets te zeggen, lieverd. Ja, maar ik wel. Ik heb iets te zeggen. Bos Piet, zie je dan niet dat de probleem Piet iets wil gaan vertellen? Ja, dat zie ik. Maar ze heeft niets te vertellen. Is dat erg dan? Nee, toch? Probleempje, ga je gang. Liefde Piet die je er rondloopt. We zijn met een vergadering bezig. Ja, dat weet ik ook wel. Pronkpiet, wat had jij zojuist te vertellen? Ja, er is iets mis met Sinterklaas. Mis met Sinterklaas? Ja, mis met Sinterklaas. Ja, en dat vertel ik u ook net. Ja, Pieter, dat klopt. De Pronkpiet heeft mij zojuist verteld dat er werkelijk iets mis is met Sinterklaas. Nee toch? Niet net voor ons huwelijk. Ja, Jane, kunnen we hier nou wel gewoon op dit terras zitten en zo? Ja, niemand weet toch dat wij daarachter zitten? Ja, maar die agent is nou zeker in een museum en zit hier al die videobanden te bekijken. Ja, wij staan er toch niet op? Hoe kan je daar nou zo zeker van zijn? Er hingen wel 88 camera's in, bij de nachtwacht en bij de robijn en er hingen er gewoon een heleboel. Oké, ik weet het goed gemaakt. Pak je spullen, we gaan terug naar het hotel. Alles loopt volgens plan, laten we dat alsjeblieft zo houden. Nou, ja, maar die robijn, die hebben... Robijnen hebben gestolen. Nou, schiet nou maar op. We gaan. Ja, maar je moet nog betalen voor je drankje. We hoeven betalen niet voor drankjes. Oh, maar dan neem ik mijn melk mee naar huis. Want in deze tijden van economische recessie en de feestdagen... Ja, commissaris, ik ben er echt heel druk mee bezig, hoor. Ja, het gaat ook goed, hoor. Ja. Dit was de bok. Over en uit. Al die foto's, die boeven. Hoe kan ik nou uit al die duizenden foto's die twee boeven herkennen? Ja, dat grote en een kleintje. Hé, ja, dat zijn ze. Ach, au. Telefoon. Ah. Hallo. Dag lievertje, met mij. Tantetje. Hallo. Nou, dat klinkt ook niet best enthousiast, zeg. Ik ben het maar, hoor. En,
Gaat alles goed? Ja, alles gaat heel goed. En schiet het al een beetje op? Nou, het is allemaal heel ingewikkeld, maar ja, we zijn er wel heel druk mee bezig. Prima. Maar denk je er wel om dat je om 6 uur thuis komt eten? Ja, want ik wil vanavond absoluut waanzinnig aan de slag met mijn schilderkunst. Ja? Hm? Ja, is goed. Is goed. Komt goed allemaal. Dag, tante. Dag, lievertje. Doei. Kusje. Rustig blijven, de bok. Rustig. Het is je tante maar. Oh, hier heb ik ook niks meer aan. Oh, Joris en Boris. Daar moet ik me druk om maken. Waar zouden ze zijn? Shampie heen. Had ik bijna mijn glaasje melk over me heen gehad. Ze zitten er nog, hè? Natuurlijk zitten ze er nog. Zo, geleerd duo. Mijn naam is Hans Steenstra, doctorandus. En ik eis dat jullie ons onmiddellijk loslaten. Ja, en mij ook. Ja, doctorandus Frans Steenstra. Dat is niet te verwarren met mijn broer Hans. Schijpie, yes. Hansje en Fransje, of Fransje en Hansje. Jullie moeten gewoon jullie mond dicht houden en lekker jullie mond dicht houden. Ja, waarom? Jullie hebben helemaal niks aan mij. Denk jij over mij? En hem heb je helemaal niks. Monden dicht nu! Dan komen jullie snel genoeg achter. Ja, maar wij hebben helemaal niks gedaan. Monden dicht! Gaat die proper weer. Oh, nee. Joris? Telefoon. Ja, Shampie, dat had ik wel gehoord, maar we moesten onze monden dicht houden. Opnemen. Oh. Met Joris. Dokter Brein. Shampie zeg. Oké. Ja, dat was dokter Brein. We moeten hem en die Robijn moeten we naar haar toe brengen, hè? Gaat het vanavond gebeuren, denk je? Ik heb geen flauw idee. Ik heb werkelijk waar geen flauw idee. Zo, Pietje, wat kan ik voor u doen? Pietje? Pietje, wat kan ik voor u doen? Ik ben de premier, Piet. En ik ga trouwen. Zo? Ja, zo. En ik heb een kostuum nodig. Ja, dat begrijp ik, want hier is natuurlijk niet in te trouwen, hè? Het ziet er niet uit. Nee, kijk nou zelf, het is paars, het is oud verschoten. Ik bedoel paars. De probleempiet is hier wel voor me verliefd op geworden. Nou, liever zij dan ik, zeg. Oh, heeft u misschien al wat anders? Natuurlijk, ja, tuurlijk. Kom maar mee. We gaan de bank passen. Komt er maar. Juist, dit is het. Ja. Hier waren we naar op zoek, ja. Vindt u het wat? Ik vind hem schitterend. Ja. Misschien zouden we een andere blouse kunnen proberen. Echt? Ja. Oh, nou, misschien dat ik met hem... Ja, het gaat om kleurcontrast, hè. Premier Piet. Als ik nou... Principe Piet, ik ben even bezig. Ja, als maar ik heb Niels van het kasteel. Oh, is wat aan de hand dan? Nou, in principe niet. Oh. Maar ja, dat kwam ik u ook melden. Want ik heb iedere Piet gesproken en iedereen is voorbereid op het grote feest. Fantastisch, hè? Eindelijk een jaar waarin Sinterklaas zich totaal geen zorgen hoeft te maken. Sinterklaas? Misschien wilt hij een nieuw pak. Sinterklaas? Ja. Een nieuw pak? Een nieuw pak voor Sinterklaas, ja. Nou, nee. Tim 1! Tim 2!
Neem uw positie in. Tim 4. Zijn ze niet? De bok, echt weer een actie voor jou, hè? Jongens, kom maar. Jongens. Sorry. Meneer de directeur, mevrouw, zoals ik al eerder zei, ik heb nieuws voor u. Oh, u heeft nieuws. U heeft nieuws, ja. Ja, ik heb nieuws. We hebben namelijk het vermoeden dat er meer aan de hand is dan een normale diefstal. Oh. Ja, wat aan de hand? Wat meer aan de hand? Ik kan u niet volgen. Nee, kan u ook niet volgen. Nou, we hebben het vermoeden, hè, dat de verdwijning van de hoopsteen te maken heeft met de verdwijning van Hans en Frans Steenstra. Ja, maar dat kan ik dus niet volgen. Nee, wat heeft de verdwijning van onze meest kostbare stenen te maken met die twee heren? Ja, wat heeft het nou met die twee heren te maken? Ja, maar ik hoopte dat u mij dat kon vertellen. Ja, niet dus. Nee, niet dus. Nee, maar waarom hebben ze dan de hoopsteen en die twee geleerde heren? Waarom? Criminele vrienden, misdadige kompanen. Binnenkort, let wel, zeer binnenkort, zal het moment aanbreken waarop wij behoren tot de aller slechtste, allerverderfelijkste types in deze uitklootbevolking. Zoals Dikke Dries al zegt, wat doen we dit jaar met Sinterklaas? En wat gaan we doen met al die cadeautjes? Ja, dat zou ik ook wel willen weten. Juist, mevrouw, graag al die cadeautjes. Ja, misschien moeten we een sluw plan bedenken. Om van die verschrikkelijke Sinterklaas af te maken. Ja. Jullie willen natuurlijk allemaal heel graag weten wat we precies gaan doen met Sinterklaas dit jaar. Ja. Ja. Zal ik jullie dat dan eens vertellen? Ja, zie. Willen jullie weten wat wij gaan doen? Ja, zie. Ja. Niets. Helemaal niets. Wij laten Sinterklaas dit jaar met rust. Met de roest? Huh? Slecht idee. Huh? Ja, precies wat hij zegt. Huh? Ik ben het helemaal eens met Dikke Dries. Ja. Is Sinterklaas in het land, kunnen we eindelijk onze slag slaan. En wat doen we? We doen helemaal niets. En weet je waarom? Omdat ik namelijk een veel slimmer plan heb. Een plan waarmee we veel meer succes zullen hebben dan ieder jaar weer achter die stomme Sinterklaas aan te rennen. Ja. Het gaat allemaal heel erg goed. Ja,
ja. Maar nou, premier Piet... Het gaat echt heel goed. Ja, dat zeg je nu wel. Maar Sinterklaas is nog steeds in een slecht humeur. Wat scheelt er toch aan? Ja, nou, ik denk dat hij zenuwachtig is voor ons huwelijk. Nee, dat kan niet. Sinterklaas is nooit zenuwachtig. Het lijkt wel of er iets vreselijk mis is. Tja, probleem Piet. Misschien gaat je huwelijk wel niet door. Nee, toch de taaipopje? Zeg dat het niet waar is. Toch niet dan? Nee, probleempje. Natuurlijk is het niet waar. Nou, in principe is dat wel waar. Zie je nou wel? Rustig maar. Hij plaagt je alleen een beetje. Natuurlijk gaan wij trouwen en Sinterklaas vindt het heel erg leuk. Ik denk alleen dat er heel iets anders aan de hand is. Ik weet alleen niet wat. Dit is hem? Ja, dat is hem. Is dat hem echt? Ja, dat is hem echt. Is je dat hem echt? Ja, dat is hem echt. Ik vroeg het alleen maar. Nou, dat zou ik ook wel eens willen weten. Goed, dan is het nu tijd om de zaak over te laten aan slimme mensen. Mevrouw Brein, u praat in raadsels. Joris, Boris, regel het. Ja, Sjijmpje, regel het. Dat is jullie plannetje en zo. Jullie hebben er toch wel aan gedacht om Steenstra mee te brengen? Juist. Ja, maar is dit toch allemaal? Sterker nog, wat gebeurt er allemaal? Dit lijkt me niet verantwoord. Meneer Steenstra. Deze steen kent u zeker wel. Oh, maar dit is de hoop Robijn. Die hoort in het museum te liggen. Ja, maar daar ligt hij niet. U gaat meteen aan de slag om uit te zoeken hoe deze steen ons allen de macht gaat geven. Oh, maar dat weiger ik. Ja, en ik denk dat mijn broer Hans ook weigert. Zeg, vervelend mannetje, jij doet precies wat mevrouw Brein zegt. Ja, dat dacht ik ook. En zo niet, dan hebben we daar een heel simpele oplossing voor. Dan sluit ik u op in de diepste, donkerste, vochtigste kelders van het gebouw. En dan gooi ik de sleutel weg. Maar ik ben bang in het donker. Oeh, dus? Nou, kinder, dan werk ik wel mee, maar dit is wel mijn tegenzin. Het kan me niet schelen met hoeveel tegenzin, als u het maar doet. Ja, jongens? Breng meneer even naar de studeerkamer. Lopen jij. Oh, dat gaat goed. Wat valt er hier te lachen? Maar principe Piet, moeten we nou wel naar die film kijken? De pronkpiet zei dat we nog extra versieringen moesten gaan maken voor het... Het huwelijk, ja, alles voor dat huwelijk. Nou, in principe wil ik een momentje voor mezelf hebben. Even kijken naar deze film. Dames en heren, we onderbreken deze speelfilm even voor een extra nieuwsbericht. Oh, als het maar niet over die verdraaide roodbonte waterwipkip gaat. En het gaat niet over de roodbonte waterwipkip. We staan voor een raadsel. De geleerden Hans en Frans Steenstra zijn ontvoerd en de politie zit met de handen in het haar. Wel hebben we ontdekt dat er een verband is tussen de ontvoering van de geleerden en het verdwijnen van de Robijn uit het Rijksmuseum. Vanmorgen spraken wij met de directeur. Zo, kunnen we nu naar de juwelier? Gaan we naar binnen? Ja, naar binnen, ja. Hup. En is dat filmpje van het museum al gestart? Dus, meneer de directeur. Wat een tragedie is dat nou toch met die steen die is verdwenen. Vertel daar eens iets over. Ja, nou, dat is dus... Heel sneu en het is ook heel vervelend. Maar men heeft ons verzekerd dat er alles aan gedaan wordt om die
die steen weer terug te brengen. Dat er alles aan gedaan wordt, natuurlijk. Maar hoe heeft het nou in eerste instantie überhaupt kunnen plaatsvinden? Ja, dat weten wij dus ook niet. Dat is een volslagen raadsel, hè. Wat we wel weten is dat de dieven kennelijk een pad hebben genomen dat door het museum heen gaat. Maar hoe dat nou precies heeft kunnen gebeuren... Een pad, een soort rondleiding. Ja, dat weet ik niet. Het is een raadsel. Ik kan het u niet vertellen. U kunt het mij niet vertellen. Als u nou de boeven iets mocht vertellen, hè, in de camera, dat u een oproep mocht doen. Ja. Wat zou u daarvan vinden? Een oproep. Ja, een oproep, hè, voor het hele Nederlandse volk, waaronder ook de boeven. Hè, Bob, neem je mij even goed in beeld? Gaat hij dan, hè? Nou, die steen, die robijn, die hoort dus hier. En dat jullie hem hebben gestolen is zeer onnetjes van jullie. Dat is niet netjes. En... ja, ze kunnen hem toch niet verkopen. Hij is absoluut onverkoopbaar. Dus ik zou zeggen, snel terug met die steen en vlug een beetje. Ja, goed. Of dit heel succesvol is, waag ik te betwijfelen. Tot zover vanuit het Rijksmuseum. Waf. 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 We kunnen erin. Kunnen we naar binnen? Nee, in de uitzending. Oh, oké. Okay. Goed. Zo. Oh, meneer Glinsteral. Dag, dames en heren, daar zijn we weer. We staan hier voor de juwelierzaak van de heer Govert Glinster. En we hebben het vermoeden dat hij ons meer kan vertellen over de verdwenen robijn. Goedendag. Goeiedag, meneer Govert Glinster. Ik heb vernomen dat u deskundige bent op het gebied van diamanten en edelstenen. Dat klopt. Maar wij hebben het hier niet over een diamant. We hebben het hier over een robijn en wel een gedeelte van een zeer speciale robijn. Een robijn, zegt u? Een robijn, dat zeg ik, ja. Ja, deze robijn, de zogenaamde hooprobijn, zou deel uitmaken van een robijn die uit 3 delen bestaat. Hij is ooit in bewaring gegeven door een van de zonen van de bisschop van Zwitserland. Aha. De bisschop van Zwitserland. En er zijn dus meerdere stenen. Ja, er zijn 3 stenen. Ik heb de eer gehad om de eerste steen naar Nederland te mogen brengen. De tweede te bewerken. De derde, die ligt op een geheime schuilplaats. En meer kan ik er niet over vertellen. Meer kunt u er niet over vertellen? Mysterieus, dames en heren, mysterieus. Ik kan nog wel het volgende zeggen. Als deze 3 stenen bij elkaar komen, en dat gebeurt door gemene mensen, dan zou het wel eens het einde van de wereld kunnen betekenen. Sterker nog, het zou wel eens het einde van alle geluk en alle vrolijkheid kunnen betekenen. Goeiedag. Het einde van alle geluk en vrolijkheid, dames en heren. Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. Ja. Het zou wel eens het einde van alle geluk en alle vrolijkheid kunnen betekenen. Goeiedag. Het einde van alle vrolijkheid en geluk in de wereld? Maar dat is ernstig. Ja, ik wil. Ja, ik wil. Ja, ik wil. Ja, ik wil. Ja, ik... Praatjes, Piet. Ja. Wat kan ik voor je betekenen? Ah. Ja. Dus jij denkt te weten waarom Sinterklaas zo humeurig is? Dat heeft te maken met die gestolen steen. Ja? Nee, dat is Govert Glinster. Ja. Daar komt de ring van Sinterklaas ook vandaan. Ja, die ken ik heel goed. Ja, zeker. Ja. Ik ga agent de Bok bellen. En dan gaan wij eens mooi even langs die Govert Glinster. Ja. Oké. Ja, prima. Ja. Ja. Ik wil. Centrale voor agent de Bok. Centrale voor agent de Bok. Over. Heer de Bok, over. Ik heb een speciaal telefoongesprek voor u. Het is uw vriend, de premier Piet. Zal ik hem doorverbinden? Verbind je hem maar door. Sluiten.
Ja, als ik heel eerlijk ben, zwaar. Ja, de hoop robijn is gestolen uit het museum. Er zijn twee geleerden verdwenen en ja, ik heb het allemaal op mijn bord liggen en het is best veel. Maar ik heb nieuws voor je. Ik heb misschien een aanwijzing die te maken heeft met die robijn met de hoofdsteen. Oh? Ja. En dus kunnen we, als je het leuk vindt, samen weer op pad. Oh? Tenminste, als je wel wat meer zegt dan alleen oh. Ja. Zullen we dat afspreken? Ja. Kom dan op de bok. We gaan weer ouderwets op pad. Maar ik verwacht wel wat meer enthousiasme, hoor. Zo, eens even kijken of we mijn nevenkind Marinus de Bok kunnen helpen met mijn roze verf. Voelt wel een beetje onwennig aan, hè? Zo'n tijdje geleden. Oh nee, oh, hij begint al te vibreren. Oh, een gladdertje roze. En een gladdertje roze. Verroest? Wat is dit nou? Een ring? Huh? Hoe kan mijn neef nou alles oplossen met een ring? Een ring en een Zwitsers vlaggetje? Oh, dat is toch allemaal onbegrijpelijk. Dit is wat... Oh. Nou, die roze verf heeft te lang in de kast gestaan, denk ik. Oeh. Nee. Oh. Maar goed, ik zal het doorgeven aan nevenkind. Een ring en een Zwitsers vlaggetje. Was het wel een Zwitsers vlaggetje? De Bok, daar is het. Kom. Nou, de telefoon. De Bok. Ja, Marinus de Bok. Moet je opletten. Ja, ik ben net even bezig geweest met het laatste beetje roze verf. En ja, ik moet je zeggen, ja, ik begrijp er zelf ook helemaal geen soe van. Maar let op, er is iets met een ring en met een Zwitsers vlaggetje. Ja, dat weet ik ook niet. En nu moet je opschieten, ja, want je moet ook nog nieuwe verf voor me halen. Nee, dat had je nog steeds niet gedaan, hè? Oké, hè? En je moet op tijd thuis zijn, want we eten stoofpeertjes. Ja, jammie, jammie, lekkie, lekkie. En reken maar dat... Hallo? Opgehangen. Maar eens even mijn laatste kunstwerk bewonderen. Oh, zo'n heerlijk gevoel. Oeh, wat ben ik toch een briljante kunstenaar uit. Perfect. Hoewel, nee, er moet nog één klein klonnetje roze. Oh. Op. Was dat al te teel weer? Ja, wie anders? Ze blijft me lastigvallen. Nu had ze weer iets met een ring en met Zwitserland. Ja, en ik moest niet vergeten om roze verf te halen. Dat doet er nu niet toe. We gaan naar binnen, de bank. Ja, kom op dan. Ja. En een ogenblikje, ik kom zo weer terug. Premier Piet, wat goed u weer te zien. Meneer Klinster. Is een agent meegenomen? Ja. Dit is nou agent de Bok. Goedendag. Gaat het zeker om de hoop, Robijn? Ja, het zit namelijk zo, meneer Glinster. Sinterklaas is al enkele dagen volledig uit zijn humeur. En nou denken wij dat het te maken heeft met die gestolen Robijn. Ja, en we hoopten dat u ons iets over die Robijn kon vertellen. Ja. Ik kan me voorstellen dat Sinterklaas zich zorgen maakt. Maar goed, ik zal jullie wat vertellen over de hoop, Robijn. Onthoud één ding heel goed.
Het is een groot, groot geheim. Niemand mag dit weten. Ooit, lang, lang geleden, leefde er in de bergen van Zwitserland een man. Dit was de bisschop van Zwitserland. En de bisschop van Zwitserland zorgde goed voor zijn mensen. Thuis had hij een bijzondere robijn. En met die steen kon hij alles doen wat hij wilde. Maar hij ging er voorzichtig mee om, want zoveel macht kan niemand hebben. Hij verstopte de steen altijd zeer goed thuis. En de bisschop wist dat hij ouder zou worden en zou kunnen sterven. En dat was maar de vraag wat er zou gebeuren als iemand die steen zou vinden. Dus wat deed hij? Hij pakte een hamer en sloeg op de steen. De steen brak in drie delen. Eén deel gaf hij aan zijn zoon, die hem later via mij naar Nederland heeft gebracht om in het Rijksmuseum tentoongesteld te worden. En de andere splinter was zo klein dat hij werd vermaakt tot een sieraad. En het andere stuk van de steen nam de bisschop mee. En hij verstopt het op een geheime locatie ergens in Zwitserland. En het verhaal gaat dat de hoopsteen om 12 uur 's nachts bij volle maan de schuilplaats van de tweede robijn aangeeft. Ja, maar dan weet u dus niet waar die tweede robijn nu is. Laat ik het zo zeggen. Ik ken het geheime ritueel en ik denk dat Sinterklaas dit als zijn beste vriend ook wel kent. Ja, dat denk ik ook. Laten we maar snel met Sinterklaas gaan praten dan. Ja, laten we dat maar heel snel gaan doen, ja. Dus er is geen gevaar? Nee. Tenminste, niet zolang de dieven van de robijn weten wat het geheime ritueel is. Dan is er niks aan de hand, dus onthoud. Ja, wij zeggen helemaal niets. Nee. Meneer Glitster, bedankt hoor. Dank u wel. Dag. Heren, excuses voor het ongemak. Waarmee kan ik u helpen? Wij weten voldoende, hè? Ja. Ja, echt waar, hè? Zeer goed geholpen. Oh, ja, tot ziens. Ja, goed geholpen. Geholpen. Komt allemaal goed, hoor. Maak jij je er maar geen zorgen over. De leuke dingen. Brain Residence. Dus dan weten wij straks waar de tweede steen ligt. Heel goed, jongetje, heel goed. Ja, kom maar gewoon naar huisje toe. Ja. En wat hadden die kleine mannetje en die grote mannetje te vertellen? Nou, vertel, ik zit gigantisch in die spanning. Buitengewoon goed nieuws. Joris en Boris weten waar wij de tweede steen zullen kunnen gaan vinden. En sterker nog, dat gaan wij vanavond doen. Wacht even, ik begrijp het niet helemaal. Moeten we dan niet eerst toch een slim plan bedenken? Wacht maar af. Vanavond bij volle maan. Maar dokter. De mond houden. Vanavond dokter, bij volle maan. Dokter. Hou nou toch eens je mond dicht, vervelende Italiaan. Ik zeg niets. Juist. Vanavond bij volle maan. En zoals Dikke Dries al zei. Ja, wat nou? Vanavond is geen volle maan. Dat is morgen. Ja. Nou, dan wordt het morgen bij volle maan. Zorg maar dat je er allemaal op tijd bent. Morgenavond, volle maan, middernacht. Marines, lievertje. Kom op. Je moet nu toch echt gaan slapen, hoor. Ja, tante. Maar het komt toch wel goed? Tuurlijk! Hoop ik. Weet je wat ik...
Ik zal morgen nog eens even kijken of ik iets kan doen voor je met mijn roze verf. Hè? Zo. Zal je had toch al tanden gepoetst? Wat moet ik hier eigenlijk? Lopen. Sterker nog, wat moet ik hier eigenlijk? Lopen. Ik heb het nog niet opgelost. Sterker nog, het is nog niet opgelost. Loop toch door. Zet hem daar maar neer, in die stoel. Oh. Heel goed. En dan kunnen jullie nu weg. Het schijmpje, mogen wij niet? Nee. Maar misschien kunnen wij... Nee. Nee. Zo, meneer Steenstra. Dan mag u nu getuige zijn van een heel bijzondere gebeurtenis. Ja, maar wat gaat u dan doen? Ik ga ervoor zorgen dat wij erachter komen waar de tweede steen zich bevindt. En als wij die steen hebben, dan is de macht over alles aan mij. Aan ons natuurlijk. Ja, maar dat mag helemaal niet. Dat gaat helemaal... Oh nee? Moet jij eens opletten. Zo. Dan is nu, lieve vrienden, het moment aangebroken om uit te vinden waar precies de tweede steen zich bevindt. Hij die de steen nu heeft gelegd, hier in het licht van deze aarde, zal weldra weten dat de steen die passend is in deze steen, zich elders moet bevinden. Zolang uw hart met goedheid is vervuld, zult u de steen vinden in Zwitserland, mijn thuisland. Vanuit mijn huis, alwaar de ridder waart, is de oorsprong van de Rijn nabij. En zal de leeuw u via de ridder zeggen alwaar u de robijn kunt vinden. Hé, hey, het is donker. Ja. Zie, dat zeg ik. Pieken donker. Dat is helder. Dat is glashelder. Zwitserland. We moeten gewoon gaan zoeken in Zwitserland. En er is iets met water. En een huis. En een leeuw. En een ridder. Dus wij sturen gewoon meteen Joris en Boris morgen naar Zwitserland. Oh, dit mag helemaal niet gebeuren. Ik moet Hans zien te vinden. Ik moet hem waarschuwen. En dan kan onze geleerde vriend ons uitleggen wat dat nou precies is met dat water en die leeuw en zo. Lijkt me nou echt geen probleem. Mevrouw Mara, ja. Waar is u? Wie? Steenstra! Oh, ik ben ontsnapt. Ik ben ontsnapt. Ik moet Hans waarschuwen. Waar is Hans? Weet ik. Waarschuwen voordat het te laat is. Oh, wat is het echt? Wat zeg je nou? We moeten Sinterklaas waarschuwen. Ja. Waarom dan? Die gemeene dokter Brein heeft het gemunt op de wereld. Oh. En ik denk dat Sinterklaas en Japieter de enige zijn die daar nog tegen kan houden. Ga je mee? Oh ja, zie ik ook dan, hè? Ja. Ja. Kom maar. Ja. Telefoon. Oh, dan kun je bellen. Stel, jij weet het niet meer. Ja, 0800.
met het kasteel van Sinterklaas. Hallo? Ja? Ja, met wie spreek ik? Dit, het is de Pronkpiet. Oh. Pronkpiet, dit is Frans en Dans en Frans en Hans Steenstra. Ja, ik ben Hans. Ja, niet te verwoorden van waarin met mijn broer Frans. Wij moeten Pronkpiet, wij moeten Sinterklaas zo snel mogelijk te pakken zien te krijgen. Ja. Wat? Nee. Oh, hij ligt in bed. Ach, in bed. Haal hem dan maar uit. Het is heel erg belangrijk. Ja. Nou, haal hem dan. Het heeft te maken met dokter Brein. Moment. Ga hem halen. Oké. Oh, nou worden we in de... Een muziekje. Een muziekje? Kijk nou, wat altijd leuk. Ach, ja. Dat is een goed idee, zeg. Dan zit het klaar. Liedje zet aan. En je weet het niet. Nee, ik ook niet. Zelf, zelf. Sinterklaas. Sinterklaas, wakker worden. Sinterklaas. Wat is er toch allemaal aan de hand? Het is 2:00 s'nachts. Pronkpiet. Ja, maar Sinterklaas. Niets geen gemaar. Ook ik heb mijn nachtrust nodig en ik heb wel genoeg aan mijn hoofd. Nee, Sinterklaas. Nu ben ik het zat. U loopt nu al dagen te mokken. En nu is er iemand aan de telefoon die zeer, maar dan ook zeer belangrijk nieuws voor u heeft. En dan gaat u maar even goed naar luisteren. Nou, rustig, rustig. Nee, niet rustig, Sinterklaas. Ik ga nu terug naar de telefoon en dan verbind ik de beide heren naar u door. Jongens, zeg, die ouwe doet er wel lang over. Heren, daar ben ik weer. Ik ga u nu doorverbinden met Sinterklaas. Sinterklaas! Dit is Hans Steenstra en mijn broer Frans. Nee. Nee, oh nee, ik ben helemaal in de war. Ja. Ik ben Frans en mijn broer Hans die staat naast me. Niet te verwarren. Sinterklaas, we moeten u spreken. Ja. Het is heel erg belangrijk. Het heeft te maken met dokter Brein, ja. Ik kan het niet verstaan. Pieter, er is iets ernstigs aan de hand. Er dreigt groot gevaar. Gevaar? Zakmes, check. Kompas, check. Landkaart in de auto, check. Zwitserlandboek in de auto, check. Nou, volgens mij heb ik alles wel. Ja. Zo, pas met de Piet. Heb je alles bij je? Wat is dit? Dit zijn 2 koffers. Ja, dat zie ik. Maar is dit niet een beetje overdreven? Nee, Padwitterpietje. We gaan maar een paar daagjes en dit is alleen het broodnodige. Het broodnodige? Je hebt 2 koffers. Padwitterpiet, niet zo zeuren. Zeg, heb jij de paspoort bij je? Nee, die heb jij altijd. Nee, heb je die niet in je tasje zitten? Nee, die heb jij. Dus je hebt ze niet. Nee. Zou je ze niet gaan halen dan? Oh, ja. Oh. Zijn we er al bijna? Ja, volgens mij zijn we er bijna. Weet je het zeker? Ja. Dat staat hier in het boek. We zijn volgens mij op de goede weg. Ja? Ik hoor een klein beetje twijfel in je stem. Nee. Het gaat allemaal helemaal zoals het gaan moet. Ja. Wat zei Sinterklaas eigenlijk? Hij zei dat volgens die 2 geleerden we hier een aanwijzing naar de 2 erop bij moeten vinden. Dus hier moeten we zijn, Padwitterpiet. Ja, premier Piet. Dat is mooi. Dit is het huis waar de bisschop van Zwitserland heeft gewoond. Als jij het hek even open doet. Hij zit op slot. Op slot? Ja. Oh. Oh, wacht. Daar heb ik een oplossing voor. Jawel. Haha, let op. Kijk eens. Oh, premier Piet, echt geweldig. Zo, joepladie. Nou, nog een keer. Gaan we doen. Ja.
Wat vindt de Piet? Wat nu? Ja, ik weet het niet. Ik zal even in mijn boek kijken. Mijn Zwitserlandboek. Ja. Hier naar boven. Wat? Hier naar boven. Ja, ja, ja. Premier Piet. Ja. Ik denk dat we daar eens moeten gaan kijken. Oké. Shampie! Oh. Ze hebben de robijn nog niet gevonden. Maar dan kunnen we ze overmeesteren. Meesteren? Nee, nee, we houden ons stil totdat ze hem gevonden hebben. Shampie! Premier Piet, ik heb hier wat. Ja? Maar wat was die aanwijzing eigenlijk die we hebben gekregen? Aanwijzing? Ja, aanwijzing. Oh ja, ja, ja. In mijn huis, alwaar de ridder waakt, is de oorsprong van de Rijn nabij. Ja. Ja, dus zijn we hier niet op de juiste plaats. Oh. Daar is de plaats waar de Rijn begint. Dus daar moeten we naartoe. Dat is dus de oorsprong. Precies. Ja, kom op, dan gaan we er naartoe. Klap. Prachtig pad van de Piet. Hey, kijk daar. Oh, ja, al die bergen. Prachtig, hè? Jongen, jongen. Oh, kijk, die berggeiten. Wat leuk. Meh. Oh, die doen niet meh. Die doen volgen, maar op deze afstand. Ja, anders zien ze ons, hè. Oh. Wat vindt Piet? Kijk daar. Oh. Daar loopt Heidi. Jodelij. Ah, en nou, hé. Een berggeide, hè. Let nou op die auto. Nee. Let nou op die auto. Die rijden door. Jij bent door aan het rijden. Ik niet, hoor. Ja, ik kan toch niet overal op letten? Ja, nou, ik zie daar. Berggeit. Maar niet zo dichtbij, hè. Want zo zien ze ons nog, hè. Ik weet wat ik doe. Ik weet wat ik doe. Oh. Premier Piet. Ja, wat vindt hem? Er rijdt de hele tijd een auto achter ons en die volgt ons overal waar wij ook heen gaan. Wat? Ja, kijk maar in je binnenspiegel. Dat lijken wel die mannetjes. Daar had Sinterklaas het over. Die hebben die geleerde ontvoerd. Oh. Daar was ik al bang voor. Maar wat nu? Moeten die nou hier? Ja. Wat vindt er? Ik heb een idee. Ja. Niet zeggen. Ja, het zijn bizar. Ik wil gewoon die Stijn hebben en zo.
Nou, premier Piet, hier is het dan. Het is echt prachtig, absoluut. Heel erg mooi pad van de Piet. Echt ja, heel mooi. Ja, adembenemend. Nou, nou. Ik hoop dat we het hier vandaan kunnen zien. Hier vandaan? Ja. Nou, ik ben benieuwd. Laten we nog even een stukje verder lopen. Dan ja. Kunnen we het daar goed bekijken. Jij woeste kleine wat? Driftkikker. Dat is dokter Brein. Goedemiddag, dokter Brein. Boris, met mij. Hoe staat het ervoor? Heb je de tweede Robijn al te pakken? Fantastisch. Echt waar, hoor. Ja, mooi is het hier, hè? Het is hier ongelooflijk mooi. Het is wel een klein beetje hoog, hoor, maar... Ja, al die bergen en dat water, we kunnen het wel goed zien, hoor. Ja. Hé, zullen we daar eens naartoe gaan? Oh, ja. Kwijt. Kwijt? Hoe haal je het in je hoofd om het kwijt te raken? Je zorgt maar dat je dat vindt, is dat heel duidelijk? Ja. Als jij er niet voor zorgt. Weet je wat er dan met jou gebeurt? Nee, dat kun je ook niet weten, want dan kun je je ergste dromen niet voorstellen. Begrijp je wel? Denk je dat, hè? Weet je wat jij doet, jongeman? Je zorgt er maar voor dat je onherkenbaar bent. Je vermomt je. Is dat heel goed begrepen? Ja. Dat maak je van je ook. Duidelijk? Komt voor elkaar. Doen we. Mijn telefoon. Zo, eens even kijken. De partij vindt het antwoord. Zo, padvinder. Staat er nog wat handigs in dat boekje van je? Ja, ja, ja. Kijk, daar is de plaats waar de Rijn begint. En dat water, dat noemen ze een ridderarm. Wat zei je? Dat zijn riviertjes uit omliggende bergen die stromen naar dat water. Oh, en hoe noemde je dat ook alweer? Ja, er staat hier ridderarmen. Ridderarmen. Ja. Ja, ik snap hem. Oh. Dat heeft natuurlijk te maken met die ridder waarover gesproken werd. Oh. En die ridderarmen, die kunnen ons dan denk ik naar de leeuw brengen. Leeuw? Ik hou helemaal niet van leeuwen. Dat is helemaal niet zo belangrijk nu. Kom op, we moeten gauw naar beneden. Nou, kom op dan. Ja, maar Boris, is het dan echt wel de goede kleiding, hè? Ja, we mogen van dokter Brein niet opvallen en dit is wat ze in Zwitserland dragen. Nou, ik vind hem een beetje apart. En die pieten die zijn er bovenop die bergen. Ja, die pieten zijn boven die berg, maar hun auto staat hier. Ja, maar daar hebben wij toch helemaal niks aan, zeg. Natuurlijk wel. We moeten ze achtervolgen. Oh, dan ben jij ook een kleine dorre wind in de grote boef, hè? Ja, schiet nou op. Erin. Erin. Oh, met je champ. Kom op, champie. Nou. Wat vinden Piet? Gaan we nou echt wel goed? Natuurlijk weet ik dat niet. Padvinder Piet. Ja, nu even niet hoor. Hier moet het in de buurt zijn. Ja, ik zei toch niet storen. We moeten die kant op. En als je je nu eens omdraait? Ja, dat is een muur met een leeuw. We moeten die kant op. Oh. Maar... Dat is die muur met die leeuw. Juiste. Ik heb die muur met die leeuw gevonden. Ja hoor, jij hebt die leeuw gevonden. Wat is dat voor geheimzinnige tekst? Geef eens hier dat andere boekje van je. Maar wat staat er nou dan? Ik snap het ook niet. Even kijken hoor. Ja. En wat staat er nou? Wacht even, stil. Ja.
Ik heb het. Wat staat er dan? Dat vertel ik je later wel. Snel terug naar de autopad vindt je. Kom mee. Kom. Hier, kom. Duurde je daar nog lang, Boris? Niet zeuren, Joris. En haal die knie uit mijn gezicht. Ja, Jampie, ik moet ook nog plassen en zo. Nee, nee. Niet nu. Jongen, jongen. Premier Piet. Ja? We hoeven toch niet weer dat hele stuk terug, hè? Weet je, we zijn een zeurpiet aan het worden. Natuurlijk moeten we dat hele stuk terug. Kom op. We moeten opschieten. We moeten voor zonsondergang in het centrum van de stad zijn. Voor zonsondergang. Nou een beetje door. Kijk alleen wel uit dat je niet valt. Premier Piet, we zijn hier in de kerk van de bisschop van Zwitserland. Maar ik zie alleen maar bisschoppen en heiligen. Ik zie helemaal geen ridders. We moeten goed blijven zoeken. Ja. Blijf jij maar doorzoeken, maar ik heb hem al. Waar dan? Kijk eens achter je. Aha. Dat is hem. Maar waar kijkt hij heen? Hij kijkt die kant op. Dan gaan we daar naartoe, Padvinder Piet. Ga je mee? Ja! Kijk, padvinder, een ridder. Kom naar de overkant. Goh. Weer een ridder. Poepoe. Ja. En wat nu? Wat nu? Ja. Dat is weer een extra aanwijzing. Hij kijkt die kant op. Net als die ridder op die deur. Die wees ook die kant op. We moeten dat volgen. Ja, maar hij kijkt naar die toren. En daarachter ligt alleen het grote meer. Ja, nou? Kijk, bovenop, op die toren, staat wel het symbool van die bisschop afgebeeld. Inderdaad. Ik heb het gevoel dat we goed zitten, padvinder Piet. We zitten haast in de buurt. Kan niet anders. Kom op, snel die kant op. Rennen! Het
Sjijmpie, wat gaan ze daar nu doen? Ik heb geen idee. Ze stonden net hier bij die ridder te kijken. En nu staan ze daar bij die toren te zoeken. Zoeken? Oh, dan kunnen we ze wel een beetje helpen. Nee, nee. Ze mogen niet weten dat we ze weer op het spoor zijn. Premier Piet. Wat? Een geheimzinnige tekst. Tekst? Ja. Geef hier die kaart. Ja. Kijk. Ja. Wat ben je nou allemaal aan het doen? Wacht nou even. Kijk, hier. Op die muur, daar staat een tekst. Ja. Met cijfers. Ja. En die cijfers, die komen overeen met dat meer en met die kaart. Ja. Dus, als ik het goed heb, ligt die steen midden in dat meer. Maar dat is midden in het water. Ja, dat weet ik, dat maakt niet uit. Kom op, we gaan er snel naartoe. Kom, lopen. Idee. We blijven hier wachten totdat ze terugkomen met die robijn. Lukt het, premier Piet? Ja. Ja, we gaan goed hoor. We zijn bijna bij het midden van het meer. Ja. Mooi. Als jij nou vast je duikpak aantrekt, dan zal ik het stuur even overnemen. Ja, dat is prima. Eindelijk! Volgens de berekeningen zijn we nu precies op het midden van het meer. Hier moet een robijn op de bodem liggen. Dan is het nu aan mij. Daar gaat hij. Zo. Doe je wel voorzichtig, premier. Ja, natuurlijk. Zo. 3. 2. 1. We zouden meneer Chimpy. Oh, wat zou dokter Brein blij met ons zijn? Ze zal helemaal naar de brein gaan, hè. Oh, dat weet ik wel zeker. Oh, goed, hè. Oh, we hebben een probleem, hoor. Een probleem? Nou, wat dacht je ervan? Hoezo? Nou, wat dacht je ervan dat de grenzen nou dichtgerooid worden omdat wij die gestolen hebben van de Pieten? Kunnen we helemaal niet meer over de weg terug met de auto en zo, hè? De weg. Wie heeft het nou over de weg? Waarde medemisdadigers. Fijne crimineeltjes van me. Ik heb zulk goed nieuws. Joris en Boris hebben in Zwitserland de tweede steen gevonden. Yes. En zijn nu op weg hier naartoe.
Dat zou ik ook wel eens willen weten, ja. Maar wanneer zien wij die kleine en die grote weer terug in onze land? Binnenkort. Zeer binnenkort. Alleen om niet gepakt te worden, dan moeten ze een andere route nemen. Hoe dan? We krijgen de premier Piet heus wel te pakken, hoor. Rustig maar. Maar ik ben zo bang dat hij er morgen niet is en dan gaat alles mis en het geeft grote problemen. Verdraaid! Nou zijn die problemen nog steeds niet opgelost. Ha. Eens kijken of mijn nieuwe roze verf uitkomst biedt. Oh, wat ruikt dit vers. Lekker, oh, ik raak zo bedwelmd. Oh, daar komen ze al, de gevoelsvibraties. Een klolletje roze. En een klolletje roze Piet, en die zal er alles aan doen om er te zijn. Maar wacht even, ik heb een idee. We kunnen ook tegen de probleem Piet zeggen dat we de premier Piet wel hebben gesproken en dat hij er is. Nee, dit kun je niet maken. Dat kan in principe Piet, niet. Pieter! Ja, ja, geweldig. Nee, nee, alles komt goed. Nee, tuurlijk. Nou ja, oké, okay, komt in orde. Oké, okay, dag. Hebben jullie al wat gehoord? Nou, nee. Jawel.
ik had hem net aan de telefoon. En ja, hij zei dat alles goed ging. Oké, er waren een paar kleine problemen. Maar hij gaat morgen goed zijn best doen dat hij morgen op tijd is bij het gemeentehuis voor jullie huwelijk. Oh, gelukkig. Kan ik hem bellen? Nee, dat kan niet. Hij stond in de telefooncel toen hij belde. En ik moest zeggen dat hij heel veel van je houdt. En dat je vanavond maar op tijd moest gaan slapen. Zei hij dat? Ja. Oh, wat liefst. Nou, dat doe ik dan maar. Is goed. Fijn dat alles goed is. Hoe kon je dat nu zeggen? Ik moest toch wat? We hebben echt problemen. Grote problemen. Het grote moment is daar. De stenen zijn compleet. En de macht over de wereld is aan mij. Ons. Niet veel zeggen, maar volgens mij gebeurt er weinig. Er gebeurt niks met die steentjes. Er gebeurt helemaal niets. Er gebeurt helemaal niets. Hoe kan dat nou? Dit is de macht over de wereld. Joris! Joris! Daar. Sinterklaas, ik kijk wel even. Fijn. Ik ben het, de Pronkpiet. Het is de Pronkpiet. Ah, nou laat hem dan maar binnenkomen. Ah, Pronkpiet. Sinterklaas? Ja? De premier Piet is nog steeds niet terug. En morgen is zijn huwelijksfeest. Is hij nou nog steeds niet terug? Maar dat... Agent de Bok, rustig even, hè? Zeg, Pronkpiet. Ja, Sinterklaas. Hoe is het nu eigenlijk met de probleem, Piet? Nou, die denkt dat wij contact hebben gehad met de premier Piet. En dat hij morgen op tijd is voor zijn huwelijksfeest, Sinterklaas. Oh jee, als dat maar goed afloopt. Ja? Zo, heren. Is er eindelijk bekend waarom die stenen niet werken? Joris. Champion. What a mistake I to make. Misschien is het niet de goede steen. Natuurlijk is die steen echt. Het past toch? Ja, die bol heeft wel een punt. Ja, maar toch is er iets nog niet helemaal pluis. Dit hier? Ja. En als ik jullie even mag onderbreken. Ik denk dat er maar één conclusie is. En die is? Nou, dat stukje uit die steen. Ja? Zit in de ring van Sinterklaas. De ring van Sinter wie? Klaas! Maakt u zich zorgen, Sinterklaas? Ja, agent de Bok. Ik maak me zorgen. Maar... ik ga me vandaag niet laten beïnvloeden door dit alles. Want de premier Piet en de probleem Piet gaan trouwen. Waar is de premier Piet eigenlijk? Premier Piet, pepernootje, ben je er al? Premier Piet! Goedemorgen, probleem Piet. De premier Piet is druk bezig met passen van zijn pak. Oh, mooi, dat kan ik niet. Nee, er komt niets van in. Jullie mogen elkaar niet zien voor het huwelijk. Dat brengt ongeluk. Nou, dan ga ik mijn bruidsjurk maar aantrekken. Probleem Piet, trapten ze erin? Ja, maar dit is echt gekkenwerk. Niemand weet waar de premier Piet is. En wij zitten straks met de gebakken pepernoot als ze erachter komen dat wij hebben gelogen.
blijft hij nou? Probleem, Piet. Je moet alvast gaan rijden. Gaan rijden? Maar de premier Piet dan, die zou me opkomen halen. Er zijn toch geen problemen? Nee, rustig maar. De premier Piet, die heeft een speciale verrassing voor je. Maar nou, hoe kom ik dan op het gemeentehuis? Er zijn toch geen problemen? Nee, hè? Nee. Overal is voor geregeld. Ah, kijk, daar is agent de Bok al. Goedemorgen. Ja, eigenlijk zou ik nou in de problemen moeten komen, maar vandaag ga ik trouwen. Dus dan kom ik niet in de problemen. Als jij zegt dat het goed is, dan gaan we dit maar doen. Juist. Gaat er mee? Oh, mevrouw Duker. Oh, dag liefje. Dag mijn probleempietje. Maar dit is toch niet de premier, Piet? Nee, die komt zo. Hij heeft een verrassing voor me. Oh. Wat schijnt het? Ik ben jarenlang zijn juf geweest, maar waar blijft hij nu toch? Hij moet wel opschieten. Op school was hij ook altijd op tijd. En dan moet hij nu zeker op tijd komen. Hij moet haast maken. Ja, want alle gasten staan al boven. Ja, het komt helemaal goed. Gaan jullie maar vast naar boven, dan wacht ik op de premier, Piet. Ja, komt goed. Gaat hem maar. Wind, wat ben je voor. De Bok, wat ben ik blij om je weer te zien. Waar bleef je nou? Ja, we zijn er nou toch. Ja, op, er staat iemand op je te wachten. Waar? Premier Piet. Kom nou, Rompiet. Mag ik u verzoeken om te gaan staan? Goedemiddag, bruidspaar. Goedemiddag, dames en heren. Fijn dat u op deze dag bent gekomen om aanwezig te zijn bij het huwelijk van Roberto Premier Piet en Pascali Probleem Piet. Pascali Probleem Piet, neemt u tot uw wettig echtgenoot Roberto Premier Piet en zult u alle taken vervullen die de wet van het huwelijk verlangt? Wat is daarop uw antwoord? Ja! En u, Roberto Premier Piet, neemt u tot uw wettige echtgenote Pascali Probleem Piet en zult u alle taken vervullen die de wet van het huwelijk verlangt? Wat is daarop uw antwoord? Sinterklaas, waar bent u? Rustig maar, mijn beste dienaar. Ik zit hier. Problemen, grote problemen. Kan iemand het licht aandoen? Ja, het is beter met licht. Mijn welgemeende excuses, dames en heren, voor dit ongemak. Ik dacht dat er problemen waren. Nee. Tataai popje van me. Wij gaan trouwen en als ik zeg dat wij nu gaan trouwen, dan gaan wij ook trouwen. Ja. Dan zou ik nu heel graag verder willen gaan. Roberto Premier Piet, neemt u tot uw wettige echtgenote Pascali Probleem Piet en zult u alle taken vervullen die de wet van het huwelijk verlangt. Wat is daarop uw antwoord? Mijn ring. Mijn ring is gestolen. Wat zegt u? Hij is weg. Wat zegt u? Dat moet gebeurd zijn toen het licht uitging. Maar dit is een ramp.
kijk, we hebben hem. Ja, goed. Ik heb de macht over de wereld. Ach, heb ik hem. En we moeten naar dokter Brein toe, hè. Schiet. Loop maar door. Maar Sinterklaas, waarom is dat een ramp? Omdat in die ring het laatste stuk van die robijn zit. En als die boeven die ring hebben met die twee robijnen en dat komt samen, dan kunnen ze de macht over de hele wereld krijgen. Het is een ramp. Maar, dan moeten we er snel achteraan. De bok, meekomen. Kom, Piet, regel de Pietenpak. Pieten, we bellen als we weer weten. Kom op. Maar een haartje. Tjepie, ik ga gelijk dokter Brein bellen om te zeggen dat we die robijn van Sint-Nicolaas hebben gestolen. Ja, dat is een goed idee. Zo. Naar de afgesproken plaats dan maar. Vrienden, ik heb buitengewoon slecht nieuws. Joris belde net om te vertellen dat ze er helaas niet in geslaagd zijn de ring van Sinterklaas te stelen. Dus de ring is niet compleet, de steen is niet compleet. En Boris is gearresteerd. Stel je voor dat ze hem verhoren en dat hij doorslaat. En dat hij de locatie verraadt. Dus ze moet als de duvel weer weg. Ja, maar en die stenen dan? Nou, dat is lekker. Ons hele sluwe plan is dus mislukt. Waar gaan die stenen naartoe? Die ga ik nu meteen vernietigen. En we moeten heel snel weg hier. Thank you.
Ja, ik zie de stip weer bewegen. Ik zie ze rijden. Ja. Maar waar rijden ze heen dan? Ga jij zo kijken. Stip de volgende kaarten uit. Alles komt goed. We gaan. Kom op. We moeten de Pieten bellen. Die moeten zich klaarmaken. Kom op. En we moeten ook voorkomen dat die robijnen bij elkaar komen. In de auto. Kom op dan. De bok. Rijden. Los. Sjijmpie jij. Doe eens rustig, man. We gaan goed. Ik kan de stip nog steeds volgen. Ja, hij knippert. Het gaat heel goed. Het was een goede zet voor jou om dat zendertje in die ring te doen. Ik kan toch wel harder gaan? Ik ga al zo hard. Ik kan niet harder. Druk dan gewoon een kleine voetje van je zo verder op het pedaal. De Bok, waar moeten we nu naartoe? Is door! Ga dan! Ik wil trouwen! Rustig nou, maar probleem, Piet. Rustig! Nou is die weg! Ja, maar hij komt wel weer terug, denk ik. Op school kwam hij ook altijd terug. Is toch niet te geloven? Volgers, er zit een volgchip in de ring van Sinterklaas. Volgchip? Ja, volgchip. Zijn we misschien wel gevolgd? Volgen. Toch niet door de politie, hè? Oh, dat moeten we niet tegen dokter Brein zeggen. Maar waarom zijn we eigenlijk hier bij de marine? Ja, dat weet ik ook niet. Dokter Brein wou dat we hier naartoe kwamen. Ik zie alleen maar boten en fregatten en zo. Kijk, daar. Op die onderzeeër, daar loopt ze. Dokter Breiner. Daar. Robert. Ja. Dat is die auto van die boeven. Ja. Maar wat doen ze hier in de haven van de marine? Ik denk dat ze met een boot willen vluchten. Wie hebben we daar? Goedemiddag. Wie bent u? U mag hier helemaal niet komen. Ik ben MMMMMMMMMMS van de Bogenhart. Oh, pardon. Inburger op inspectie. Zeg, vertel eens, wanneer gaat het leuke bootje? Deze vertrekt morgen pas weer. Oh. Het personeel is momenteel vrij. Vrij, zo. En als ik dat bootje nou eens afpak? Afpak? Ja, maar dat gaat niet. Daar heeft u bemanning voor nodig. En die zijn op dit moment vrij. Zo, zijn ze vrij. Ja. Laat ik nou mijn eigen bemanning bij me hebben. Kijk maar. Maar. Welterusten, schatje. Helemaal goed, jongens. Zo. Zag je dat? Rustig. Ik heb een plan. Hoogpiet, ga jij dokter Brein afluisteren? Ja, is goed. Ja. Komt helemaal goed. En jij gaat naar de machinekamer en je kijkt of je zo snel mogelijk deze onderzeeër aan de slag krijgt. Oh, en wat gaat u dan doen? Ik ga even beneden veilig de steentjes opbergen. Oh, ai, ai. Premier Piet, we moeten voorzichtig zijn. Die dokter Brein, die deinst echt nergens voor terug. Kijk, de Bok. Ze gaat aan boord van die onderzeeër met dat kleine mannetje erbij. Oh. Agent de Bok, ja. Premier Piet, ik heb ze zitten afluisteren. Oeh. Ja. En ze gaat straks wegvaren met die onderzeeër die daar ligt. Ja. En weer in die onderzeeër, daar zit Boris en die probeert de motor te starten. En bovenop de onderzeeër, daar staat Joris de wacht te houden. Goed dat we dat weten. De Bok, kom op met dat plan. Kijk, daar komen ze. Wat? Het zijn de Panzerpieten.
Rustig nou, maar nou niet meer huilen. Nou ben ik nog niet getrouwd. En ik wou zo graag de ring van de premier Piet aan mijn vinger. Ja, dat begrijp ik. Maar het komt goed. Het komt echt goed. Hij houdt van je. Jullie trouwen vast nog wel. Ja, en trouwens, als die premier Piet van jou samen met al die andere Pieten het nou nog niet voor elkaar krijgt om die gemene boeven te pakken, dan hebben we wel een probleem. Alle drie stenen compleet. En nou maken dat we wegkomen. Boris! Hier ben ik, dokter Brein. Hoe staan de zaken ervoor, jongen? Alles gaat volgens plan. Ik denk dat we binnen 5 minuten kunnen vertrekken. Buitengewoon goed. Ga ik meteen even tegen Joris zeggen. Oh, dan loop ik even met u mee, want ik moet hem ook nog wat vragen. Is goed, jongen. Kom maar. Kunnen ze dit wel aan? Moet ik niet in actie komen? De Bok, je hebt ze zelf geregeld. Dat zijn Batsapieten uit Madrid. Die weten echt wel wat ze doen. Ja, en ze zijn heel goed getraind. Okay. De Bok, kom op. Hier, Bok 1 volgt Batsapiet 1. Actie. Ziet er niet goed voor u uit. Oh, nee. Dat zullen we nog wel eens zien, jongeman. Batse Pieten, grijp haar! Nee! Nee! Vrouwtje Brein, waar zijn die robijntjes en de stink van Sinterklaas? Ik zeg niks, ik zeg helemaal niks en helemaal niet tegen jou. De Bok. Ik denk dat de robijnen nog in de onderzeeër zijn. Alleen die kleine boef, ja? Heeft dat luik dicht gedaan. Oh, dat is geen probleem, want bij de marine hebben ze natuurlijk reservesleutels. Die gaan we regelen. Kom mee. Nou, het luik is open, maar ik zie niks, hoor. Nou, ik zie inderdaad ook helemaal niks. Premier Piet, ga jij maar als eerste naar binnen. Waarom moet ik nou weer als eerste naar binnen? Oh.
de robijnen nog geen spoor. Van de boefje nog geen spoor. Ze moeten hier toch ergens zijn? Dat ik zoiets zie. Premier Piet, kijk eens. Volgens mij is dit het tasje van die dokter Brein. Dat moet kunnen. Kijk, even kijken. Wat zit erin? Ja, ja, ja. Dit is wat we zochten. Ja, de twee Romeinen. En de ring van Sinterklaas. Oh, wat zal die blij zijn. Kom, Bronkie, we gaan naar de agentenbok. Kom, 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 kom. De bok. We hebben de twee Romeinen gevonden. En de ring van Sinterklaas. Yes. Alleen het boefje nog niet. Ja, maar dat boefje moeten we ook vinden. Rustig maar, de bok. We hebben de robijnen. En dat is het belangrijkste. En zometeen gaan we gewoon deze onderzeeboot gewoon even goed doorspitten. En dan vinden we hem vanzelf wel. Nou. Bronkie, hou jij deze tasje even voorzichtig vast, hè? Jazeker, ja. Zeg de bok. Ja. Hebben ze hier ook een radio voor gezellig wat Sinterklaas liedjes? Hoe bedoel je, premier Piet? Nou, dat is feestelijk, dat is gezellig. Nee, ja. Pas nou op! Wat doe je nou? Waar blijven ze nou? Straks zijn ze te laat voor hun eigen feest. Feest? Met de minister van Feest als ceremoniemeester heb je altijd feest. Nee, nee, ik heb het feest tot in de puntjes geregeld. Ja, ze zullen toch niet de weg kwijt zijn? Vroeger was hij ook altijd op tijd. Ja. Ja, soms is het feitelijk wel beter om eens op tijd te zijn, hè? Dames en heren, daar zijn ze dan, het bruidspaar! Beste getuigen, overige aanwezigen, welkom. Ik ben blij. Ik ben blij dat ondanks alle problemen die jullie hebben gehad, jullie dan nu toch eindelijk de tijd hebben gevonden om hier op het kasteel van Sinterklaas met elkaar in het huwelijk te treden. Ja, en nu wil ik geen problemen meer. Nee, liefje. We gaan nu echt trouwen. En als ik zeg trouwen... Dan bedoel je ook trouwen. Ja, dat zeg ik. Waar heb ik wat meer gehoord? Goed. Pascalie Probleempiet, neemt u tot uw wettige echtgenoot... Ja! Roberto Premierpiet. En zult u alle taken op u nemen die de wet van het huwelijk verlangt? Ja! Ja, ze wil heel graag. Wat is daarop uw antwoord? Ja. En u, Roberto Premierpiet, neemt u tot uw wettige echtgenote Pascalie Probleempiet en zult u alle taken op u nemen die de wet van het huwelijk verlangt. Wat is daarop uw antwoord? Ja. Ik wil graag met een taai popje als mijn vrouw. Dan is het nu tijd voor de ringen. Dan verklaar ik u hierbij tot man en vrouw. U mag de bruid kussen. Duurt dit niet wat lang? En dan is het nu tijd voor feest! Yeah! De premier Piet gaat trouwen en dat maakt ons blij. Probleem Piet is vrolijk en dat verheugt mij. De Pieten gaan dansen en springen in het rond. En overal pepernoten, zelfs op de grond. Premier Piet, is het niet geweldig? Ja. Jottem. Ja.
Ja, nou kijk, in die dokter Brein, hè, die had ik in één keer te pakken. Ja, toen gingen Joris en Boris, die gingen ook vechten. Maar ja, die had ik, want ik heb natuurlijk een zwarte band karate, dus dat was tak! Dat was in één keer, ik had ze gewoon in één keer goed, hè. Bok, u bent wel echt lekker een flinke agent, hè. Zo stoer heb ik ze nog nooit meegemaakt, hoor. Bedankt dat we het huwelijk op het kasteel mochten vieren. Graag gedaan. Je bent als familie voor me. Ga dan maar snel naar je gasten. Ik vermaak me wel. Goed, zo Sinterklaas. Maar agent de Bok, waar zijn nu die stenen dan? Ja, waar zijn in principe nou die stenen? Ja, waar zijn de stenen? Kom hier voor de taart! Kijk. Alsjeblieft, voorzichtig, hè? Pepernootje van me, daar gaan we. Ja, daar komt hij. Drie, twee, één. Ja! Ja. Ja, daar komt hij. Ja, het eerste. Ja. Attentie, attentie, iedereen. We hebben nog een lied. Nog een lied? Ja hoor, nog een lied. Enig, ik ben dol op liederen. Voor het bruid. Waar is de premier, Piet? Ik zie hem niet. Ik ga wel even kijken waar hij is, hoor. Ja. Premier Piet, hier ben je. Iedereen zoekt je. Het is je eigen feest. Ja, de Bok. Maar na 14 liedjes en 5 ABC'tjes heb ik het nu echt wel gehad met dat feest. De Bok, nu je toch hier bent, vertel eens, hoe is het met die boeven afgelopen? Ja, Joris en Boris hebben ze alle twee uit het water gevist. Ja, dokter Brein hebben we samen opgepakt. Ja. De hele misdaadorganisatie is opgepakt. Dus goed zo. En die zitten nu in de gevangenis? Ja, veilig achter slot en grendel. En die Romeinen, waar zijn de Romeinen? Nou, de eerste Romein, die is terug naar het Rijksmuseum. Ja. Dat was de hoop Romein. De tweede Romein zat in de ring van Sinterklaas. Nou, die heeft Sinterklaas weer keurig om zijn vinger. En de derde Romein, let op. Ja, waar is het? Ja. Die zit hier. Die heb jij? Ja, in dit koffertje. Wat goed. Dus, de Bok, alle problemen zijn de wereld uit. Alle problemen zijn de wereld uit. Maar volgend jaar dan?